in de kans van VVV in de maak. Garincha. Garincha. Oh, dit moet hem. Eusebio. Korthoek. Van der Sar raakt hem nog. Hier is dan Gullit. Gaan we nog een doelpunt krijgen? Alsjeblieft. Nu dan. Het telt voor twee als het gelijk wordt. Komt hij aan de paal. Het is een déjà vu. Oh, oh, oh. Messi, wat gaat hij doen? Oh, kijk eens. Hele snelle voetenwerk hier. En dan is daar de verdediging. Maar toch nog Messi. Er moet de bal nu voorgegeven worden. De allerlaatste kans. En dan is het denk ik gespeeld. Dan willen wij denk ik even Nick erbij halen. Dan gaan we even hier gaan we even ruimte voor maken. Dat is goed, toch? Cristiano zien we niet veel, hè? Nee, dat hebben we gisteren ook inderdaad al besproken. Die toch vaak overgeslagen wordt. Ik weet dat Aristotle hem gebruikt, Tony. En nog misschien twee, drie anderen, maar daar blijft het ook wel bij. Van 34 spelers, of 36, excuus. Oh, een schot hier van R9. Maar daar is Edje weer. Er werd gehaald. En nu is gewoon R9. Oh, ja, we gaan nu kans zien. Het moet nu. Je kunt niet meer terug. Het moet nu. Je kan niet meer terug. Eusebio. Kijken of de aansluiting komt. Oh, dit is slordig. En dan lijkt het hier toch te eindigen in 0-0. Op een 0-0. Dan hebben we twee wedstrijden zonder doelpunten gezien. Dat is opmerkelijk in de Eredivisie. Volgens mij de eerste keer. Ja, ik denk ook wel dat het nog even gaat duren voordat het weer gebeurt. Ja, en ik denk ook, als ik dit zo achter me hop en zie, weet ik niet echt of er iemand echt blij mee is.